En we hebben nog een bedrijf van de dag voor u, dat is wat ons betreft Nestlé. Want Nestlé zegt de kip met de gouden eieren het hebben gevonden. Een manier om maar liefst 40% minder suiker in ons eten te stoppen. De Zwitserse concurrent van Unilever veroverde sinds zijn oprichting in 1866 de wereld met melkpoeder en chocolademelk. En is inmiddels uitgegroeid tot het grootste voedingsmiddelenconcern ter wereld. En met de nieuwe vinding wil Nestlé die wereld veranderen. Want minder suiker en toch de smaak behouden, dat is de heilige graal waar elke voedselfabrikant ter wereld naar op zoek is. En Nestlé zegt die te hebben gevonden. Onder aarde, dat klinkt groot. Dat, ja. is, dat, is, dat is ook in potentie heel groot nieuws. Um, we weten alleen niet of het waar is nog. Ze claimen het wel, maar ze gaan natuurlijk niet vertellen hoe ze het hebben gevonden. Dat is nog. Secret natuurlijk, en dat blijft voorlopig wel eens Maar het is nieuws dat, als het ware, in potentie de hele voedingsmiddelenindustrie zou kunnen veranderen. Ja, ze zeggen dat ze de structuur van suiker kunnen aanpassen. Wat is dat dan? Uh, suiker, is het een suikerkristal? Heb je ja. dan kleinere kristallen? Nou ja, het buzzword is holle suiker. Maar hoe dat precies allemaal gaat, dat vragen we even aan een technische kop. Een uh, knappe kop van de Universiteit Wageningen. Maar ze stoppen suiker op een andere manier in vaste producten. Dus de structuur van die suiker in vaste producten wordt veranderd. Zodanig dat ze er minder van nodig hebben. Wat ik ervan begrijp uit het persbericht is dat ze eigenlijk die suikermoleculen op een andere manier ordenen in een product. In plaats dat suiker zeg maar, helemaal op elkaar wordt gestapeld, zorgen ze ervoor dat suiker de binnenkant. Van een, een suikerbol, als het ware, lucht is of water is. En daardoor heb je minder suiker nodig en kun je toch hetzelfde proeven. Nou ja, het zijn dus holle suikerkristallen, als het ware, die uh, sneller oplossen. Dus in je mond oplossen. En dus niet meezakken, zou ik maar zeggen, het uh, maag-darmstelsel in. Minder suiker dus en toch die zoete smaakbeleving. Uh, er gaat geen suiker in je maag in. En uh, het gaat ook geen verbindingen aan met andere ingrediënten. En dat zorgt, als je dat heel erg veel doet, voor. Overgewicht en voor volksziekte nummer 1 inmiddels wel zo'n beetje obesitas. Dus dit is. De oplossing. Dit is wat, wat de, de, de zoetwarenindustrie, maar eigenlijk alles. He. Suiker ja. zit Je wordt ja. gek van. Overal zit suiker ja. in. Waarom is dit nou zo belangrijk? Nou ja, kijk, als, dit, als die holle suiker als dat echt werkt. dan is dat, gaat dat ver nestleven voorbij. Uh, want suiker zit natuurlijk al een tijdje in het verdomhoekje. Er wordt een beetje het witte gif genoemd. Het voedingscentrum in Nederland zegt overigens. van suiker word je niet dik, mensen. Gaat u maar gerust slapen. Alleen van te veel suiker. Dat is niet goed. Uh, alles wat te voor zit is natuurlijk niet goed. Behalve tevreden. Uh, maar goed, je krijgt er uh, snel te veel binnen natuurlijk. Omdat het exact. overal in zit. Dus en in, in brood zit suiker ja. in. Uh, en soep zit suiker in. Het voedingscentrum zegt vooral in extraatjes. Dus er zit al heel veel in basisbehoeften. Ja. Maar vooral in die extraatjes. Zoals die repen. Nestlé specialiseert zich natuurlijk in eten wat we eigenlijk niet nodig hebben. Laten we het maar eerlijk zeggen. En, en daar zit natuurlijk heel veel suiker in. Kijk maar even op het etiket. Uh, als je een, een chocolademelk van, van Nestlé. Dat, ja, dat is een en al suiker natuurlijk. Ja. En het ja. zou verslavend zijn overigens. Dat hoor je ook heel vaak: suiker is verslaafd. Dat is niet waar, volgens het voedingscentrum. Maar wereldwijd gaan steeds meer stemmen op om bijvoorbeeld suikerconsumptie en productie ook te, uh, de, laten zeggen, tegen te gaan. De suikertax ja, wordt. Ja, uh, ja. België heeft dat bijvoorbeeld, Mexico heeft al een suikertax. En het CDA is een partij in Nederland die dat ook wil uh, invoeren. Dus, en er zijn steeds meer mensen die suikervrij willen leven. Kortom, Nestlé zoomt eigenlijk in, al dan niet onder druk, op een echte grote maatschappelijke trend. Ja, dit lijkt de oplossing. Je ziet dan, lijkt toch dit. Dit is kristalhelder, dit is het toch? Ja, zo klaar is een klontje zo waar je klaar je is een klontje, jou ja, ja, hoor. Daar ja. gaan we. Nou, de technische directeur van, van Nestlé, Stefan Katsikas, die houdt nog even zijn kaart op de borst. Ze wilde het nog niet prijsgeven, namelijk, maar dit lekte eruit. Oké. Okay. Ja, Hoe? de. Nou ja, goed. Ze waren natuurlijk allemaal nog bezig om. Dit moet wel echt kloppen hoor. Eh, eh, de patenten werden nog vastgelegd. Concurrentie kijkt natuurlijk mee. En wat ze willen is eh, uiteindelijk dat allemaal vastleggen. En natuurlijk niet alleen voor zichzelf houden, maar heel veel geld verdienen. met de verkoop van die patenten aan hun conculega's. Aan de rest van de wereld. Oké, okay, Onno, dankjewel.